Hoe langer jullie praten, hoe minder tijd ik heb. Dat is jammer voor mij en voor jullie, denk ik. Als jullie eindelijk klaar zijn, ben ik klaar. Van wetten geschiet door de regering en de Staten-Generaal gezamenlijk, dat betekent dat de Staten-Generaal betrokken is. De Staten-Generaal, samengesteld uit de Eerste Kamer, indirecte getrapte verkiezing via de Provinciale Staten en de Tweede Kamer rechtstreekse verkiezing, dat betekent dat daar een element is van rechtstreekse vertegenwoordiging, van volksvertegenwoordiging en dus democratische legitimiteit. Democratiebeginsel, ervoor zorgen dat de burger een belangrijke mate van invloed heeft op bindende overheidsbeslissingen, in beginsel vooral via verkiezingen. Dus het legaliteitsbeginsel zijn niet gewoon regeltjes die gevolgd moeten worden, maar het belang is mede gekoppeld aan het democratiebeginsel en aan de machtenscheiding. Het bestuur, de uitvoerende macht, moet al haar optreden kunnen terugleiden tot de grondwet of een wet in formele zin en moet bij die bevoegdheidsuitoefening blijven binnen de grenzen van het recht. In de klassieke liberale rechtsstaat, in de rechtsstaat, is ook de overheid gebonden door het recht. Dus alle recht dat we met elkaar behandelen in dit vak, of het nu algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn de komende weken, of het grondrechten zijn in de laatste week, of de fundamentele regels in de grondwet zijn, normen in de algemene wet bestuursrecht, de overheid moet zich daaraan houden en met een bepaalde reden. De inhoudelijke normstelling moet in principe gebeuren met medewerking van de volksvertegenwoordiging. Dat is het belang en dat illustreert wat jullie moeten kunnen. Je moet de beginselen begrijpen, je moet weten hoe ze een uitwerking krijgen in het Nederlandse rechtssysteem. En je moet ze aan elkaar kunnen koppelen, hè? Want die beginselen staan niet los van elkaar. Die werken op elkaar in, die versterken elkaar en dergelijke meer. Dus dat moeten jullie zelf proberen. En we zijn nu in week 3 van de studie rechtsgeleerdheid. En ik denk dat dit een heel belangrijk moment is om even stil te staan bij wat je wil halen uit deze studie. Wat je dus wil halen uit elk vak, individueel, maar gecombineerd uit de studie. En hoe je dit gaat aanpakken. Binnen 2 weken hebben we een eerste tussentoets. En dat betekent ook dat je voor de eerste keer getest zal worden op jullie kennis en vaardigheden. En ik denk dat het nu in het midden, in het begin van week 3, belangrijk is om voor jezelf even te evalueren. Pak ik het op de juiste manier aan? Pak ik het op de juiste manier aan om straks een voldoende, en als het goed is, meer dan een voldoende te halen op mijn tentamens, op mijn toetsen, waarvan onderwijsdirecteur Bart de Vries iets in de zin zei. Dat is een niet zo aangename onderbreking van de studie. Dat is waar, maar zie het als iets aangenaam. Gewoon even testen of alle werk en tijd en energie die je steekt in deze voltijd opleiding, of die inderdaad ook al haar vruchten afwerpt. En het is altijd beter dat je dat kan doen onmiddellijk in blok 1 van je eerste jaar, eerder dan in het derde jaar of in je master. Als je er snel bij bent, kan dat alleen maar vruchten afwerpen voor je verdere studie en de jobmarkt waar je op een bepaald moment wel zal moeten gaan. En dat betekent dat iedereen zijn eigen studiemethode zal moeten vinden. Die kan verschillen, maar er zijn wel bouwstenen die bij iedereen hetzelfde zijn. Dus jullie moeten allemaal een nieuw vocabularium, een nieuw vakjargon tot jezelf maken, eigen maken. En het hoorcollege is 1,5 uur, als alles goed gaat. Dat is kort. Dat is kort. Dat betekent dat ik en de tijd probeer te nemen om uit te leggen waarom we naar het recht kijken en naar al deze regels. Het belang duiden van de studie van het recht, ook het staats- en bestuursrecht. En dat we dan vervolgens, dat ik jullie zo goed als mogelijk help door het maken van handvatten in een PowerPoint, dat ik jullie tools geef om jullie zelfstudie verder te brengen. Dus ik begrijp heel goed, zeker ook vandaag, een vrij technische week, dat er woorden gaan zijn die je niet onmiddellijk goed begrijpt. Als je het handboek nog niet goed op voorhand hebt gelezen. En dat is ook oké, dat kan gebeuren. Maar als je dan vervolgens hiermee aan de slag gaat, pak dan terug
die slides van de PowerPoint-presentatie erbij na je werkgroep of in het volgende weekend en kijk even of je dan wel alles begrijpt. Begin daar zelf bij te schrijven of gelijk welke methode jullie individueel willen hanteren. Maar een leerproces is een proces, is niet een one single shot. Ik ga anderhalf uur luisteren en nu snap ik het helemaal. En als ik het niet snap, is het de fout van de docent. Heel soms kan dat gebeuren. Maar dit is een beperkte tijd en dit is louter een hulpmiddel om jullie zelfstudie verder te brengen. Dus probeer het zo te bekijken en probeer vooral te evalueren bij jezelf hoe jullie zelf de zelfstudie willen verder brengen. Met het handboek, met het hoorcollege en de PowerPoint-presentatie en met de opdrachten in de werkgroepen. En zie dat niet als one single task, maar zie dat als een proces dat je een paar dagen op elkaar laat inwerken. En dan ben ik ervan overtuigd dat jullie goed voorbereid zullen zijn, ook voor de tussentoets. Op het programma vandaag, het legaliteitsbeginsel. En dan hebben we het vooral vandaag over regelgevende bevoegdheden. De bevoegdheid tot het vaststellen van algemene regels. In tegenstelling tot bestuursbevoegdheden. En dat is dan de bevoegdheid om die algemene regels uit te voeren en toe te passen in concrete omstandigheden. Er komt eindelijk die omgevingswet aan. Dat is een algemene wet, een wet met algemene regels. En die zal straks concreet in de praktijk moeten toegepast worden. Bijvoorbeeld door het toekennen of weigeren van een omgevingsvergunning. En het toekennen of weigeren van die omgevingsvergunning is een bestuursbevoegdheid. Het toepassen, het uitvoeren van een algemene regel in een concreet geval. Dat is een fundamenteel onderscheid dat je goed moet begrijpen. En waarbij we vandaag stilstaan op die algemene regels. En volgende week stilstaan bij die bestuursbevoegdheden. De toepassing door de organen van het openbaar bestuur in concrete situaties. Er zijn verschillende vormen en soorten algemene regels. Daar ga ik jullie rustig proberen doorfietsen. Maar dat is nu per definitie iets waarvan ik oproep, ga hiermee opnieuw zelf aan de slag. Dit is niet zo evident. Je moet daarmee oefenen in de werkgroep en dan even terugkijken of je nu alles wel goed hebt meegekregen. Dit is een week die aan zich eigenlijk, als je dit leuk vindt, of je probeert jezelf wijs te maken dat je dit leuk vindt, dan ga je veel gelukkiger worden als jurist in de toekomst, want dit is wel echt jurist zijn. Op zoek gaan naar de wettelijke grondslag, kijken of er een rechtmatig overheidsoptreden is in overeenstemming lagere regelgeving met hogere regelgeving. Dit is wel wat recht in de praktijk inhoudt. Het wetgevingsproces ga ik niet behandelen in het hoorcollege. Er zijn twee slides over opgenomen, maar er wordt ook mee geoefend in de werkgroep en het staat mooi beschreven in het handboek. Maar ik zet het even in de PowerPoint om jullie handvatten te bieden. Vervolgens kijken we hoe krijg je na de pauze die regelgevende bevoegdheden, hoe ontstaan die? En als je die dan hebt gekregen, uit de grondwet bijvoorbeeld, mag je die dan ook doorgeven als formele wetgever zijnde aan een ander orgaan? Dat gaan we even bekijken, wat daar de mogelijkheden en de grenzen zijn. En eindigen doen we met een recente evolutie en ook een waarschuwing, want hier moeten we iets mee. In principe, het legaliteitsbeginsel is erop gegrond dat de wettelijke grondslag in de grondwet staat of een wet in formele zin omwille van die volksvertegenwoordigende functie van de Staten-Generaal en de democratische controle die bijvoorbeeld de Tweede Kamer uitoefent op de regering en op de ministers die een ministeriële verantwoordelijkheid hebben voor wat er gebeurt ook binnen hun ministeries waarvoor ze verantwoordelijk en bevoegd zijn. Maar wat blijkt? De wetgever gaat meer en meer van de inhoudelijke normstelling eigenlijk overlaten aan het bestuur. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst of aan DUO. En dat betekent dat de algemene regels waarin duidelijke maatschappelijke en inhoudelijke keuzes worden gemaakt, relatief gezien minder en minder door de formele wetgever gebeuren, maar dat hij de regelgevende bevoegdheid delegeert aan het bestuur. En dat leidt tot een democratisch probleem. Dat leidt tot een democratische uitdaging. Want de verantwoordelijkheden raken natuurlijk wel losser en losser. Ik bedoel, als een ambtenaar binnen de Belastingdienst zich houdt aan algemene regels die zijn vormgegeven door de Belastingdienst, dan is de minister verantwoordelijk voor wat er gebeurt binnen de Belastingdienst. En die minister moet dan verantwoording afleggen over wat er gebeurt ten aanzien van de Staten-Generaal. En dan, pas als het ware, kan de Tweede Kamer de vraag stellen en kijken naar die algemene regel die de Tweede Kamer niet heeft aangenomen samen met de Eerste Kamer en de regering, maar die bijvoorbeeld DUO of de Belastingdienst heeft aangenomen. Dat is logisch, want de maatschappij is zo complex
En de overheid moet regulerend optreden in zoveel aspecten en domeinen van ons privéleven en ons maatschappelijk bestel, dat die 150 Kamerleden, Tweede Kamerleden en die 75 Eerste Kamerleden, die een beperkte ondersteuning hebben, dat die dat niet alleen kunnen. Het is ook logisch dat we uitvoeringsorganisaties krijgen bijvoorbeeld, die wel een heel groot ambtelijk apparaat hebben om hen te ondersteunen en die meer expertise en kennis hebben dan een lid van de Staten-Generaal. Dus het is ook niet onlogisch dat er een verschuiving plaatsvindt voor een deel van inhoudelijke normstelling van het parlement met beperkte kennis en expertise naar gespecialiseerde uitvoeringsorganisaties bijvoorbeeld. Maar we moeten daar wel wat mee. En dat betekent dat de checks en balances goed moeten werken. Jullie hebben op het einde van jullie werkgroep gewerkt met moties van afkeuring, moties van wantrouwen. Dus die checks en balances, die moeten goed werken. En hopelijk gaat dat natuurlijk verder dan het spelen op wat iemand persoonlijk al en niet in een bepaalde stijl goed of slecht heeft gedaan. Dat is belangrijk. Maar ook inhoudelijk op het beleid. Dat we ook ministers en de regering kunnen aanspreken op de inhoudelijke normstelling die eigenlijk hun fundamentele taak en verantwoordelijkheid is. Het primaat van de regelgevende bevoegdheid ligt in principe bij de wetgever. En in toenemende mate komt dat een beetje onder druk te staan. In het tweede jaar gaan we daar veel uitgebreider op in. Maar dat is wel van belang om dat te beseffen. Zeker ook met de Tweede Kamerverkiezingen die eraan komen. Waarbij de kandidaten op de lijst allerlei voorstellen gaan doen. Programma's gaan lanceren en dergelijke. En dan is het de vraag, wie zal de algemene regels vormgeven op basis van die partijprogramma's? De kandidaten of andere. En daar moet een balans komen, daar moet een nieuw evenwicht komen. Dat is checks en balances, dat is een zoektocht waar we samen allemaal moeten over blijven nadenken. Al die normen, lagere normen en hogere normen, staan ook eigenlijk in een hiërarchie. Met bovenaan internationaal recht met rechtstreekse werking en het EU-recht, vervolgens het statuut, de grondwet, wetten in formele zin en daaronder, daar eindigen we mee. En lagere regelgevers moeten altijd regelgevend optreden in overeenstemming, dat was waarschijnlijk niet de bedoeling, in overeenstemming met alle hogere regels. Dus als er een gemeentelijke verordening wordt vormgegeven, moet die in overeenstemming zijn met provinciale verordeningen, met algemene maatregelen van bestuur, met de wet in formele zin, met de grondwet, met het statuut. Het is echt wel een duidelijke hiërarchie waarbij lagere regelgeving altijd in overeenstemming moet zijn met hogere regelgeving. En daar sluiten we dan ook mee af. Leerdoelen, ik heb teruggekregen, de hoorcoëfficiënt dat daar langer kunnen bij stilstaan, ga ik niet doen. Je moet dat op voorhand lezen, wat de leerdoelen zijn, zodat jullie goed kunnen verwachten wat je nodig hebt om het hoorcollege te volgen en het goed te begrijpen. Het legaliteitsbeginsel. Alle overheidsoptreden, tussen haakjes, dat de vrijheid van burgers beperkt. Dat is het idee van de klassieke liberale rechtsstaat. We moeten de burgers beschermen tegen overheidsoptreden. Alle overheidsoptreden moet berusten op een wettelijke grondslag. En dat betekent de grondwet of een wet in de formele zin. Dus elk overheidsoptreden moet altijd te herleiden zijn naar de grondwet of een wet in formele zin. En soms is dat een heel lange zoektocht. Van een vergunning naar de gemeentewet, van de gemeentewet naar de grondwet. En die zoektocht naar die wettelijke grondslag, die moet je als jurist, zeker ook in dit vak, altijd ondernemen. En het uitoefenen van die overheidsbevoegdheid, bijvoorbeeld beoordelen of er al dan niet een omgevingsvergunning kan worden toegekend, moet worden uitgeoefend binnen de grenzen van het recht. Motiveringsbeginsel, zorgvuldigheidsbeginsel, grondrechten en dergelijke. Dit kennen jullie. Vraag. Ja, een wet in formele zin kan worden gedefinieerd als een algemene regel. Die wordt aangenomen op basis van artikel 81 van de grondwet, namelijk de vaststelling van wetten, lees wetten in formele zin, de vaststelling van wetten geschiet door de Staten-Generaal en de regering gezamenlijk, en hoe? Volgens de procedure van artikel 82 en volgende van de grondwet. Dus als je op basis van artikel 81 de betrokken actoren, Staten-Generaal en de regering, een wet aanneemt en je volgt de procedurele voorschriften van artikel 82 en volgende van de grondwet, dan heb je een wet in formele zin. En wat is de grondwet? Dat is
dat vinden jullie in de wettenbundel na het statuut, hè, heel concreet. Dus dat, we gaan er nog concreet op in, maar inderdaad een goede vraag. En dat moet je doen, hè. Dus ik vind het een heel mooie vraag. Je moet echt wel je constant afvragen, snap ik dit begrip? Zo nee, dan zoek je om uitleg, hoorcollege, werkgroep, handboek. Want je moet wel de belangrijke begrippen zelf kunnen afbakenen, definiëren en toepassen. Dus dit is een mooie vraag. Wat is het doel? Dat is duidelijk. Het idee van de klassieke liberale rechtsstaat, de burger beschermen tegen overheidsoptreden. Nog een vraag. Ja, formeel, materieel en de mogelijke verwarring die er zou kunnen ontstaan met grondslagen, komt er binnen een paar minuten aan. En als het dan niet duidelijk is, dan moet je de vraag stellen. Goed? Het bestrijden van willekeur. De overheid mag niet zomaar alles doen. Nee, het moet gebaseerd zijn op algemene regels die in principe ontstaan op basis van medewerking van de volksvertegenwoordiging. Om zo rechtsgelijkheid te creëren. Gelijke gevallen moeten gelijk behandeld worden. Rechtszekerheid te creëren. Kenbaarheid. Algemene regels moeten worden aangenomen, moeten ook worden gepubliceerd, moeten kenbaar zijn, moeten raadpleegbaar zijn. Dat zijn allemaal doelen die worden nagestreefd met het legaliteitsbeginsel. Duidelijke link met het democratiebeginsel, artikel 81, vaststelling van wetten geschiet door de regering en de Staten-Generaal gezamenlijk. Zo borg je de medewerking van de Staten-Generaal, van de volksvertegenwoordiging. En artikel 50 van de grondwet, de Staten-Generaal, de volksvertegenwoordiging, vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk. Hè. En met die belangrijke grondwetartikelen moet je wel een klein beetje leren spelen. Vooral de allerbelangrijkste. En deze behoren in elk geval tot de top 10 in dit inleidend vak. Rechtsstatelijkheid, ook de overheid is gebonden aan het recht. Dit is allemaal eigenlijk herhaling. Zover zouden jullie samen met mij ook al moeten zijn. Heel kort een link leggen, ook met, jullie krijgen ook nog het vak strafrecht later natuurlijk. Je hebt ook het strafrechtelijke legaliteitsbeginsel, ook wel gerefereerd aan het Latijnse adagium nullum crimen nulla poena sine lege. Nullum crimen, geen strafrechtelijk feit, nulla poena, geen straf zonder wet. En eigenlijk zonder voorafgaandelijke wet. Dus je moet een voorafgaandelijke wet in de formele zin hebben, vooraleer er een strafbaar feit kan ontstaan en vooraleer je dat strafbaar feit kan beteugelen op basis van een straf. Een geldboete of een gevangenisstraf. Dat staat mede in artikel 16 van de grondwet. En dan, om de linken te leggen, je hebt ook nog het fiscaal legaliteitsbeginsel, wat eigenlijk een uitdrukking is van no taxation without representation. De kolonisten in Amerika werden plotseling geconfronteerd met verhoogde belastingen vanuit Engeland. Niemand betaalt graag veel te veel belastingen. Dus ze zeiden, oké, als wij plotseling meer belastingen moeten betalen, ja, dat klopt niet. Want wij, kolonisten in Amerika, hebben geen afvaardiging in het Engelse parlement. En wij moeten wel een afvaardiging hebben in het parlement. Wij moeten wel gerepresenteerd kunnen worden, vooraleer er beslissingen worden genomen hoe je ons fiscaal gaat belasten. No taxation without representation. En dat zie je ook in Nederland nog steeds doorwerken. Belastingen moeten worden geheven uit kracht van een wet. Goed, dat om ook linken te leggen met twee andere vakken die later in jullie opleiding komen. Het is altijd goed om te weten van waar we komen, om goed te begrijpen waar we nu staan, waarom bepaalde regels er zijn. En dit komt ook in het tweede jaar terug, daar gaan we daar veel dieper op in. Dus dit zie je ook straks in blok 3 van het tweede jaar, maar dan veel dieper. Dus we beginnen bij het begin, 1814-1815. Willem I, 1813, de eerste koning van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden na de nederlaag van Napoleon. En in de grondwet van 1815 was dat een koning die heel veel macht kreeg vanuit de grondwet. Dus nog altijd een vrij duidelijke, absolute monarch. Ondertussen wel een verlicht absoluut monarch, waarbij bepaalde bevoegdheden wel beperkt zijn. En op zijn minst wordt daar een constitutionele monarchie gevestigd, waarbij de koning en diens bevoegdheden worden geregeld door de grondwet. Maar toch heel veel bevoegdheden. En de ministers bijvoorbeeld werden op dat moment eigenlijk gezien als dienaren van de koning. Het is nu wel heel anders. Dat is goed om te begrijpen en te beseffen. Een volgend belangrijk moment, 1840.
de invoering in de grondwet van de contrasein. En ik weet dat jullie Franse begrippen soms ingewikkeld vinden, maar het is eigenlijk een heel simpel begrip. Namelijk, een sein is een handtekening. Hè? En naast de handtekening van de koning wordt er vanaf nu ook een tegenhandtekening, contre, contra, tegenhandtekening gevraagd van één of meerdere ministers. En dat betekent dat de ministers mede verantwoordelijkheid beginnen dragen voor het optreden van de koning. Zij moeten een controle uitoefenen op de rechtmatigheid. Als jullie plots zo luid beginnen praten, hoor ik dat, hè, voor alle duidelijkheid. Dank. Dus heel belangrijk, hè, die ministers gaan mede verantwoordelijkheid dragen. En u weet, in de grondwet, artikel 42, tweede lid, ingevoerd in 1848 onder het eerste kabinet Thorbecke. De koning is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk. En die ministeriële verantwoordelijkheid die is formeel mede gekoppeld aan het zetten van die contrasein, van die tegenhandtekening naast de handtekening van de koning. En dat is die politieke ministeriële verantwoordelijkheid die hier ontstaat. En dat is van belang, want daarvoor kon het optreden van de koning eigenlijk enkel strafrechtelijk beteugeld worden bij de rechter. Dus een heel duidelijke shift, een heel duidelijke stap in de evolutie van het parlementair stelsel in Nederland. En niet lang daarna, 1868, het ontstaan van de ongeschreven vertrouwensregel, namelijk de minister of de voltallige ministersploeg moet aftreden indien de Tweede Kamer geen vertrouwen meer heeft in de minister of de ministersploeg. De Eerste Kamer kan ook die vertrouwensregel afdwingen, maar stelt zich daar in de praktijk veel terughoudender in. Dus je ziet in de praktijk dat het vooral vaak die Tweede Kamer is die de vertrouwensregel in werking gaat stellen op basis van een motie van wantrouwen waar jullie vorige week mee geoefend hebben. Maar hier wordt een heel belangrijk principe gelegd. Vervolgens een sprongetje naar 1879. Ik ga niet in op de feiten, op de casus. Het is geen voorgeschreven jurisprudentie, maar wel een heel mooi artikel van collega Voermans dat jullie meeneemt in het verhaal. Maar het Meerenberg-arrest van de Hoge Raad stelt heel nadrukkelijk dat de koning enkel kan optreden. De koning kan enkel optreden als die bevoegdheid hem uitdrukkelijk is toegekend. Dus hier wordt heel nadrukkelijk de grondslag gelegd van het legaliteitsbeginsel. De koning kan alleen optreden als er een grondslag is, en jullie weten het, in de grondwet of in een wet in de formele zin. De koning mag niet zomaar uit zichzelf zonder wettelijke grondslag beginnen optreden. Dat is heel nadrukkelijk vastgesteld in het Meerenberg-arrest van de Hoge Raad. Als een korte reactie daarop, omdat er ook wel de vrees ontstond van oei, is dat wel de bedoeling? Moet de koning hier toch ook zelfstandige bevoegdheden hebben en zelfstandige algemene maatregelen van bestuur, wat we straks gaan uitleggen wat dat zijn, moet de koning niet zelfstandige algemene regels kunnen maken? En het antwoord van de grondwetgever op daarop was ja. En daarom invoering van artikel 89 lid 1 en de bevoegdheid voor de koning, ondanks de Meerenberg-uitspraak, om ook zelfstandig, zonder een grondslag in een wet in de formele zin, algemene regels te kunnen aannemen. En dan ga je zeggen, maar u zei toch net dat alles moet gebaseerd zijn op een wettelijke grondslag. Correct, de wettelijke grondslag vind je in artikel 89 lid 1 van de grondwet. De grondslag moet te vinden zijn in een wet in formele zin of in de grondwet. En dit is de grondwettelijke basis voor zelfstandige algemene maatregelen van bestuur, zelfstandige algemene regels aangenomen door de koning. Details moeten jullie daar niet van kennen, maar dit is wel belangrijk om dit te schetsen. En we gaan dit later in de studie ook nog verder uitdiepen. En een tweede uitspraak waar jullie later ook nog volop mee geconfronteerd gaan worden, is de fluorideringsuitspraak van de Hoge Raad, waarbij het duidelijk werd dat wettelijk ingrijpen nodig is wanneer een maatregel wordt genomen van ingrijpende aard. En in dit geval ging het om het toevoegen van fluor aan het water in de gemeente Amsterdam. En dan is de vraag, als je nu plotseling fluor gaat toevoegen aan het drinkwater, ja, is daar een wettelijke grondslag voor nodig? Wel, in dit geval werd positief gezegd, ja, dit is van ingrijpende aard, fluor toevoegen aan het drinkwater, dus er moet inderdaad een wettelijke grondslag zijn. En je kan dat zien als een nadere uitwerking van de evolutie van het legaliteitsbeginsel in de loop
van de geschiedenis van het Nederlandse parlementaire stelsel. Dat zijn een paar tussenmijlpalen waar je de kern moet van kennen. En we gaan dat later nog verder uitdiepen. Maar u ziet, het is niet zo dat in 1814... met de aanname van de eerste grondwet van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, al plotseling het legaliteitsbeginsel daar was. Dat is wel gegroeid. Dat was een balans tussen de koning, wiens macht tanende werd in de loop van de 19e eeuw, 18e eeuw, 19e eeuw, ja ook al 18e, maar vooral 19e eeuw. Dat ziet u hier heel duidelijk. Regelgevende bevoegdheden versus bestuursbevoegdheden. Een belangrijk onderscheid. Vandaag regelgevende bevoegdheden, volgende week bestuursbevoegdheden. Zo verstaan, ja. Dus regelgevende bevoegdheden, heel simpel. De bevoegdheid tot het vaststellen van algemene regels, van regelgeving. En dan is de vraag, wat zijn algemene regels? Dat gaan we straks onmiddellijk beantwoorden. Wat zijn bestuursbevoegdheden, soms ook wel beschikkingsbevoegdheden genoemd? Wel, de bevoegdheid om die algemene regels toe te passen en uit te voeren in een concreet geval op een individuele persoon of op een individuele concrete situatie. Een belangrijk, maar ik denk vrij makkelijk onderscheid dat jullie wel goed voor ogen moeten hebben. En ik ga het even voor jullie proberen visualiseren. Dat betekent aan de ene kant heb je algemene regels, de regelgevende bevoegdheden. Dat noemen we ook wel wetten in materiële zin. Daar gaan we straks op in. Algemene regels. Dat zijn wetten in formele zin. Je weet nu, je had nooit meer vergeten wat dat zijn. Dat zijn algemene maatregelen van bestuur, aangenomen door de koning. Ministeriële regelingen, aangenomen door een individuele minister. En verordeningen. Verordeningen, provinciale, gemeentelijke en op het niveau van de waterschappen. Dat zijn allemaal algemene regels. We gaan er straks later op in wat dat dan juist zijn. En die algemene regels, die regelgevende bevoegdheden, die kunnen worden toegepast door het bestuur, door ambten, door organen van het bestuur. Jullie gaan volgende week nog meer en beter zien wie allemaal deel uitmaakt van dat openbaar bestuur. Maar al die organen die jullie volgende week nader gaan behandelen, die kunnen die algemene regels toepassen. Op concrete gevallen, op concrete personen. En hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Wel, er is vaak heel veel ruimte in toepassing. Want algemene regels zijn soms, vaak zelfs, zou ik durven zeggen, vrij vaag geformuleerd. Om ruimte te laten in de concrete toepassing. Om alle concrete feiten en omstandigheden te beoordelen. Ik zei net vorige week wat een goede jurist kenmerkt. Dan moet je leren denken als een rechter die die algemene regels en de toepassing van die algemene regels in een concreet geval gaat beoordelen op rechtmatigheid. Rekening houdende met de concrete feiten en omstandigheden. Maar omdat er nog altijd vrij veel beslissingsruimte is, je kan de ene keuze maken, maar je kan ook de andere keuze maken, daar gaat de overheid vaak beleidsregels aannemen. En beleidsregels zijn regels waarbij de overheid zichzelf bindt. Waarbij de overheid zegt, kijk, als er straks beslissingsruimte ontstaat bij de toepassing van algemene regels in een concreet geval, dan ga ik dat zo doen. Zodat gelijke gevallen gelijk behandeld worden en om willekeur in de toepassing tegen te gaan. Want de ene ambtenaar bij de Belastingdienst gaat een bepaalde algemene regel misschien anders toepassen. En dan moet je een beleidsregel aannemen om die beslissingsruimte die er is in de toepassing, om die vorm te geven en om ervoor te zorgen dat er geen willekeur ontstaat in de toepassing en in de uitvoering. En als er iets misgaat in de democratische rechtsstaat, wat een impact heeft op jouw individuele rechtspositie, een toeslag die je al dan niet krijgt, of een toeslag die je al dan niet moet terugbetalen, dan gaat het hier fout in de toepassing en in de uitvoering. En vandaar dat heel veel uitvoeringsorganisaties in Nederland onder druk staan. Er zijn heel veel taken die moeten opgepakt worden. Er is nu eenmaal veel beslissingsruimte gegeven door de algemene regelgever. En dat moet je toepassen. Dat moet je behoorlijk doen. Dat moet je goed motiveren. Dat moet je zorgvuldig doen. En dat vergt heel veel werk. En daar loopt het ook soms fout. En daar is het ook fout gelopen in de kinderopvangtoeslagenaffaire. Omdat men een bepaalde inschatting ging maken van hoe algemene regels moesten worden toegepast. In het geval van de kinderopvangtoeslagenaffaire streng. Want het was de bedoeling van de formele wetgever om excessen hard aan te pakken. En dat heeft een impact gehad, ook op personen die niet bewust
de regels met de voeten wilde treden. En daar, in dat concrete proces van toepassing en uitvoering, moet je elke dag als jurist, als ambtenaar wakker zijn. Want het kan mensen raken en dat is heel goed om dat te beseffen. En ik denk, ik hoop dat jullie aan het einde van dit vak, maar nog meer aan het einde van de studie en aan het einde van de master staats- en bestuursrecht, dat jullie dit voor ogen hebben wanneer jullie concreet dingen moeten aanpakken. Wanneer je inderdaad gaat kijken bij het al dan niet toekennen of weigeren van een omgevingsvergunning, wat er fout is gegaan bij de toepassing en de uitvoering. Als jij een cliënt hebt, als advocaat bijvoorbeeld, die bij jou te raden komt en dat je dan op zoek gaat naar de algemene regels die zijn toegepast. Dus ik durf te stellen, maar mijn collega Anoushka Buijs zal ook wel nog mooie plaatjes hebben, maar dit is volgens mij een heel belangrijk schema voor jullie. Probeer dat zelf uit te tekenen, probeer dat zelf invulling te geven. Ik denk en ik hoop dat dit jullie zal helpen. Waarom? Want dit is het fantastische eraan, hoop ik zelf. Het is gekoppeld aan de beginselen van de democratische rechtsstaat. Het fundamentele onderscheid tussen algemene regels en individuele beslissingen. Namelijk, het uitoefenen van die bestuursbevoegdheden moet gebaseerd zijn op algemene regels. En op het einde steeds op de grondwet of een wet in formele zin. Dat is het legaliteitsbeginsel. En waarom worden wetten in formele zin en de grondwet aangenomen in samenwerking tussen de regering en de Staten-Generaal? Ja, omwille van de democratische legitimiteit die de Staten-Generaal heeft om te controleren of ministers hun ministeriële verantwoordelijkheid goed oppakken en dat zij verantwoording afleggen voor wat er bijvoorbeeld gebeurt binnen de Belastingdienst bij de concrete toepassing en uitvoering van die algemene regels. En als het dan toch fout gaat, dan kan je, laatste beginsel, naar de onafhankelijke rechter stappen. En die onafhankelijke rechterlijke controle is een controle op de rechtmatigheid van de toepassing en uitvoering van die algemene regels. Zijn de algemene regels toegepast in achtnemende algemene beginselen van behoorlijk bestuur? De normen in de algemene wet bestuursrecht. En dan hebben we democratische legitimiteit, democratiebeginsel. Dan hebben we het legaliteitsbeginsel. Dan hebben we de onafhankelijke rechterlijke controle. Ik mis nog twee beginselen. Eentje. Er zijn vijf beginselen in deze cursus. De eerste, de trias politica en grondrechten. En waar zou je grondrechten plaatsen als je mag kiezen op deze tekening? Ik heb het niet gedaan, maar ja, de grondrechten die zijn opgenomen in de grondwet, die staan in de grondwet en in algemene regelen. En daarboven heeft of kent de Nederlandse grondwet een beperkingssystematiek die stelt dat beperkingen van een grondrecht, bijvoorbeeld het verbieden of het stopzetten van een betoging of dergelijke, dat beperkingen moeten gebaseerd zijn op een wet in de formele zin. Bijvoorbeeld op de gemeentewet. Dus heel duidelijke link. En die grondrechten die normeren het proces ook van toepassing en uitvoering van die algemene regels. En hoe zou je dit schema koppelen aan de trias politica? Hoe speelt de trias politica hierdoor? Iemand? Ja, luid en duidelijk. Ja, je bent op de goede weg. Misschien iemand die nog aanvult? Het argument een stapje verder brengt? Ja. Okay. Als ik jullie twee dingen combineer, dan heb je verkiezingen, je gaat de volksvertegenwoordiging kiezen. De volksvertegenwoordiging, het parlement, een fundamenteel onderdeel van de wetgevende macht. Dus hier zien we de wetgevende macht aan het werk. En het wordt concreet toegepast, uitgewerkt, die algemene regels, door het bestuur, door de uitvoerende macht. En hier zie je de checks and balances, de uitvoerende macht past de algemene regels van de wetgevende macht toe. En de rechter, de derde macht, gaat controleren of het bestuur de algemene regels goed toepast. Dus in deze slide komen alle vijf de beginselen van de democratische rechtsstaat samen. En ik zou zeggen, als jullie studeren de komende weken, pak dit er dan bij. Ik denk dat dat jullie zou moeten helpen bij jullie studie.
We zijn een beetje later begonnen, maar ik weet dat je ook beginnen morrelen als ik 3 kwartier verder ben. Dus bij deze pauze tot 4:10. Oké. Binnen een denkbeeldige 10 seconden is er absolute stilte. Maar dat werkt alleen mits jullie medewerking. Ik heb het gevoel, de klok tikt, dat we samen belangrijke stappen aan het zetten zijn. Verschillende studenten komen mij vragen stellen over het schema. En dat is goed. Hè? Dus gebruik dit om jezelf te bevragen, snap ik het nu wel echt? Wie is de wetgevende macht? Wie is de uitvoerende macht? Wat doen die verschillende machten? En ga dan even terug naar de slides van dit college, naar de slides van vorig college. Laat het echt een leerproces zijn. Maar één ding, op basis van de vraag die ik heb gekregen, wil ik nog één keer heel helder stellen. En dat is het verschil tussen de wetgevende macht en de uitvoerende macht. Dus volgens Montesquieu, de traditionele, je zou kunnen zeggen, Franse invulling van de scheiding der machten, die gaat uit van een strikte scheiding der machten. De wetgevende functie, de rechterlijke functie en de uitvoerende, bestuurlijke functie, die moeten helemaal gescheiden zijn. Die moeten bij andere instanties gelegen zijn. Dus de rechterlijke functie ligt alleen bij de rechterlijke macht. En de uitvoerende functie in Nederland ligt bij de uitvoerende macht. Maar, en dat moet je heel goed voor ogen houden, en dat had ook een heel andere keuze kunnen zijn van de grondwetgever, maar de Nederlandse grondwetgever heeft een bepaalde invulling gegeven aan de machtsverdeling, die anders kan zijn dan andere landen, en dat is de volgende. De regering is deel van, is het hoofd van de uitvoerende macht. Dus dit hier, de uitvoerende macht, het bestuur, het toepassen van algemene regels. De regering draagt daarvoor de verantwoordelijkheid. De ministers dragen daarvoor de verantwoordelijkheid, de ministeriële verantwoordelijkheid. En de Staten-Generaal, vooral de Tweede Kamer, gaat toekijken op die ministeriële verantwoordelijkheid. En dan gaat het fout. Dan gaan ze op basis van de vertrouwensregel het kabinet of een minister naar huis sturen, dwingen om het ontslag aan te bieden bij de koning. Op basis van een motie van wantrouwen. Maar dit is slechts één van de taken, de bevoegdheden van de regering. De regering is ook deel van de wetgever in formele zin. Op basis van artikel 81 van de grondwet. En dat is dus een minder strikte scheiding. Want de regering is deel van, hoofd van de uitvoerende macht. Deze kant, de rechterkant. Maar is ook deel van de formele wetgever aan de linkerkant. Dus de linkerkant is de wetgever, de rechterkant is de uitvoerende macht. En de regering is zowel deel van de uitvoerende macht als deel van de wetgever in Nederland. Je had dat anders kunnen doen, je had dat strikter kunnen scheiden, maar dat is niet zo. En dat moet je wel goed voor ogen. Ik heb het gevoel dat sommigen daarmee struggelen. Dus dat is fundamenteel voor het begrip van alles wat we tot nu toe hebben gezien, maar vooral ook van alles wat we nu de komende 45 minuten ook nog met elkaar zullen zien. En een tweede punt van verheldering is het volgende. De wetgever, het parlement, de Staten-Generaal, het parlement, heeft 2 belangrijke taken. Welke? Het parlement, de Staten-Generaal, heeft 2 belangrijke taken.
wetgevende en controlerende taken. Dus de Staten-Generaal maakt de wetten, samen met de regering, hè, de wetgevende taak. Tweede taak, controlerende taak. De Staten-Generaal gaat controleren wat het bestuur, wat de uitvoerende macht doet. Dus de regering maakt samen met de Staten-Generaal de wetten en tegelijkertijd gaat de Staten-Generaal de regering controleren hoe algemene regels worden toegepast. Dat klinkt een beetje onlogisch en Montesquieu zou inderdaad zeggen, dit was niet de bedoeling in zijn strikte invulling van de machtenscheiding, maar dat is wel de keuze van de Nederlandse grondwetgever geweest. Daar vallen dingen voor te zeggen, daar vallen ook dingen op tegen te werpen. Maar als je dan, en daarmee eindigen we straks, als je het maken van die inhoudelijke normen als formele wetgever ook nog eens gaat delegeren aan het bestuur, ja, dan kom je wel echt in de problemen, gelet op wat ik net heb geschetst. En dat moet je dus goed voor ogen houden. Het parlement maakt wetten en controleert de regering. De regering voert de algemene regels uit en maakt samen met het parlement de wetten. Laat dat echt goed doordringen en probeer dat zelf in je eigen bewoordingen de komende uren en dagen op te noemen. En als je dat inzicht hebt, dan gaat volgens mij heel veel duidelijk worden. En dat is iets fundamenteel. Het is zo fundamenteel dat dat voor ons als docenten echt simpel is, als het ware. Maar jullie vatten net de studie aan met heel veel woorden, dus ik snap ook dat dat inzicht er misschien nog niet was. Bij deze, op tijd voor de tussentoets, hebben we dat allemaal goed rechtgezet met elkaar. Degene hier, degene in de linkzaal, hallo, en degene thuis. Alright, nu kom ik terug op jouw prachtige vraag, waarvan ik hoop dat er geen vervolgvraag komt. Wanneer is er nu sprake van regelgeving? Hè? Welke vormen van regelgeving hebben we? En jullie vinden dit een van de meest complexe dingen van de cursus. Hè? Dus ik ga jullie heel rustig proberen meenemen in het verhaal. En dan kijken we wel samen hoe ver we staan. Wat voor soort regelgeving je voor jou hebt, als je gewoon in je wettenbundel aan het kijken bent of als je online aan het zoeken bent in een bepaalde casus, naar een wet bijvoorbeeld die niet in jullie wettenbundel staat, dan kan je die regel, die algemene regel, indelen op twee manieren. En je moet ze altijd alle twee tegelijkertijd toepassen. Het is niet of ik ga het eens materieel benaderen of ik ga het eens formeel, procedureel benaderen. Je moet altijd alle twee tegelijk doen. Ondanks wat men ook in grondslagen zegt, daar kunnen we het straks even over hebben. Dus ik ga het even nu doen zoals wij het doen en ik denk dat dan de puzzelstukjes ook bij jullie wel in elkaar zouden moeten vallen. En in het recht kan je alles vanuit het materiële, vanuit het inhoudelijke bekijken en vanuit het procedurele, vanuit het formele. En we gaan beginnen, één slide, met het materiële. Wat zijn materiële, inhoudelijke kenmerken om te spreken van een algemene regel? Of van een niet-algemene regel? Dat noemen we dan meestal een beschikking in het bestuursrecht. Eén, is de regel algemeen? Of is die individueel? Heeft die een algemene gelding of heeft die een individuele gelding? En een individuele gelding betekent dat de regel van toepassing is op één persoon of op één concrete situatie. Op de markt die mag plaatsvinden volgende week maandag. Niet op de markt die herhaaldelijk mag plaatsvinden op alle opeenvolgende maandag. Hè. Algemene gelding versus gelding in één concrete situatie. Hè. Een minister wordt benoemd of ontslagen, dat is een regel met een individuele gelding op één persoon. Ten tweede, is de regel abstract of concreet? En het verschil tussen algemeen en abstract, individueel en concreet, wordt soms als enigszins verwarrend beschouwd. De literatuur is er ook altijd niet even helder in. Dus vandaar met jullie even de kenmerken mooi op een rijtje. Dus wat is een wet in de materiële zin van het woord? In tegenstelling tot een wet in de formele zin, op basis van formele criteria, volgens straks. Dus een wet in de materiële zin, dat is ook een algemeen verbindend voorschrift of een wettelijk voorschrift. Dus de terminologie wet in materiële zin, algemeen verbindend voorschrift en wettelijk voorschrift, dat zijn synoniemen. Dus raak niet verward, steek gewoon in je eigen hoofd, het zijn synoniemen. Wet in materiële zin, algemeen verbindend voorschrift, wettelijk voorschrift. Dat zijn dus algemeen bindende regels. En wanneer ontstaat een algemeen bindende regel? Wel, het moet voldoen aan vier kenmerken.
1. Het moet algemeen zijn. En algemeen betekent wat betreft de kring van personen. Lees, het is niet op 1 individuele persoon van toepassing, maar op alle personen in een vergelijkbare situatie. Dus niet een individuele benoeming, niet op 1 persoon. Dus algemeen, het kenmerk algemeen, gaat over de kring van personen. Niet 1 individuele persoon, maar op alle personen in een vergelijkbare situatie. Ten tweede, abstract. En abstract betekent abstract ten aanzien van de gevallen of de situatie. Het is niet van toepassing op 1 geval, op die ene markt volgende week maandag, maar op alle markten de komende maandagen. Het is herhaaldelijk toepasbaar, jouw regel. Niet alleen volgende week maandag op die markt, nee, op alle markten die hier de komende maandagen aankomen. Dus algemeen ten aanzien van de persoon, dus niet gericht op 1 persoon, abstract van toepassing of toepasbaar op meerdere gevallen, op meerdere situaties, op vergelijkbare gevallen, op vergelijkbare situaties. Dat maakt het algemeen. Dus algemene gelding, algemene werking, waarom je spreekt van een algemene regel, betekent niet van toepassing op 1 persoon, niet van toepassing op 1 concrete situatie. Maar meerdere personen en meerdere gevallen of situaties. Ik weet dat jullie dat soms lastig vinden, maar dit, laat dat even inwerken en proberen toe te passen. Dat betekent algemeen en abstract. Ten derde, externe werking. Externe werking betekent werking naar buiten toe, extern. In tegenstelling tot interne werking, dat betekent werking enkel binnen het bestuur. Bijvoorbeeld een reglement van orde. Een reglement van orde, dat heeft niets te maken met jou, maar bijvoorbeeld hoe de Tweede Kamer functioneert tijdens haar vergaderingen. Dus het moet externe werking hebben. Het moet werking hebben buiten de wereld van het bestuur. Externe werking. Een beleidsregel bijvoorbeeld is van toepassing en bindt alleen het bestuur. En heeft daarom geen externe werking naar burgers toe. Ten vierde, het moet worden uitgevaardigd door een instantie, een orgaan, met een rechtsgeldige, regelgevende bevoegdheid. Geen algemene regels zonder wettelijke grondslag. Dat is het legaliteitsbeginsel. En als ik zeg rechtsgeldige, regelgevende bevoegdheid, betekent dat dat de grondslag te vinden moet zijn in grondwet of wet in de formele zin. 4 kenmerken. Algemeen naar de persoon toe, abstract naar de gevallen of situaties toe, externe werking, werking naar buiten, en ten vierde een grondslag in de grondwet of in de wet in de formele zin. Als een regel voldoet aan deze 4 kenmerken, dan is er sprake van een wet in de materiële zin van het woord. Van een algemeen verbindend voorschrift of, zoals de grondwet het soms ook aanduidt, een wettelijk voorschrift. En dus dergelijke wetten in de materiële zin, die kunnen worden aangenomen door de formele wetgever, de Staten-Generaal en de regering gezamenlijk, of door de gemeenteraad, een lagere regelgever. En dus dat los van het formele. Dus je moet telkens alle 2 de oefeningen verrichten. En dit is oefening nummer 1. Om te kijken op basis van materiële kenmerken of iets al dan niet een algemeen bindende regel is. Alright? Ten tweede, een andere indeling is, nog even, beleidsregels zijn dus geen algemeen verbindende voorschriften, zijn geen wet in de materiële zin. Ze zijn weliswaar abstract, ze betreffen meestal meerdere gevallen, meerdere situaties, maar ze zijn niet bindend ten aanzien van externe, ten aanzien van burgers. Ze zijn enkel bindend ten aanzien van het bestuur en ze binden dus enkel het bestuursorgaan, niet de burger. Goed, daar gaan we nog dieper op in bij bestuursrecht en het vak dat volgt in het tweede jaar. Dus dat was even een korte side note, maar wel goed om te beseffen, het bindt enkel het bestuur. Dat betekent, als er een besluit wordt genomen, dat een besluit van algemene strekking kan zijn. Dat zijn dan ofwel die beleidsregels die de overheid binden om hun beslissingsruimte te normeren, af te bakenen bij gevallen die herhaaldelijk kunnen toegepast worden, of algemene verbindende voorschriften en besluiten die niet van de algemene strekking zijn, die niet voldoen aan deze voorwaarden. Dat zijn dan besluiten van niet algemene strekking, noemen we beschikkingen. Bijvoorbeeld, ik ken u al dan niet een bouwvergunning toe, of de overheid kent jou al dan niet een toeslag toe, of gaat een toeslag terugvorderen. En beschikkingen kunnen belastend zijn of kunnen begunstigend zijn.
gaan jullie volgende week ook zien. Belastend betekent dat een beschikking een last of een verplichting oplegt. Je moet iets betalen, bijvoorbeeld. En begunstigen betekent dat het een recht of een aanspraak gaat toekennen. Een recht op een toeslag, bijvoorbeeld. Dus heel belangrijk. Maar vandaag hebben we het over die algemeen verbindende voorschriften. Volgende week hebben we het mede over die beschikkingen. En die beschikkingen zijn vaak de concrete toepassing en uitvoering van die algemeen verbindende voorschriften in een concreet geval. De algemeen bindende regel toepassen toch op één concreet persoon of op één concrete situatie, ondanks dat die algemene regel herhaaldelijk van toepassing is op verschillende gevallen en op meerdere personen in een vergelijkbare situatie. Ten tweede, dat was materieel, formeel. Je kan ook kijken naar algemene regels op basis van formele, lees, procedurele kenmerken. Dat betekent dat we gaan kijken naar de wijze van totstandkoming. Hoe komt een algemene regel tot stand, formeel, procedureel? Dat betekent welk orgaan heeft het besluit genomen en volgens welke procedure? Dat zijn de twee vragen die je dan telkens moet stellen. We gaan niet in op de details hier en nu, maar kort een overzicht van de algemene regels, de voornaamste, op basis van die formele, procedurele kenmerken. Een wet in formele zin, artikel 81, de vaststelling van wetten, lees wetten in formele zin, geschiet door de regering en de Staten-Generaal gezamenlijk volgens de procedure, zoals beschreven in artikel 82 tot 88 van de grondwet. Welk orgaan? Wel, de regering en de Staten-Generaal gezamenlijk, zegt artikel 81, en volgens welke procedure? De procedure van artikel 82 tot 88 in de grondwet. Eerste reflex als je thuis bent en dit verwerkt, lezen wat er in artikel 81 tot 88 van de grondwet staat. Dus is deze procedure gevolgd? Wie kan het initiatief nemen? Wie kan een amendement vragen op een voorstel? Als je al die regels gevolgd hebt, dan ontstaat er een wet in de formele zin. En die wet in de formele zin kan een wet in de materiële zin zijn, of kan dat niet zijn? Dan moet je weer de vier kenmerken gaan doorlopen. We hebben straks een mooi voorbeeld. Ten tweede, het is al aan bod gekomen, algemene maatregelen van bestuur. Algemene maatregelen van bestuur worden aangenomen door de regering. Door de regering, in de grondwet staat dan de koning. Door eerst de ministerraad. Vervolgens een advies van de afdeling advisering van de Raad van State, waarin wordt gekeken onder meer naar de rechtmatigheid en de uitvoerbaarheid. En vervolgens een publicatie in het Staatsblad, want iedereen moet die regels in die algemene maatregelen van bestuur wel kennen om zich daar te kunnen aan houden. En wat is de grondslag? Artikel 89 van de grondwet. Zo komt een algemene maatregel van bestuur tot stand. Die wordt aangenomen door de regering. Op basis van wat er is geregeld in de artikel 89 van de grondwet. Vervolgens, dit kunnen we even skippen. Vervolgens een ministeriële regeling. Dat is een regeling aangenomen door een minister, met opnieuw bepaalde procedurele waarborgen die daaraan gekoppeld zijn. Lees ook even goed het handboek. Vervolgens provinciale of gemeentelijke verordeningen, aangenomen door de provinciale staten of de gemeenteraad, respectievelijk. En vervolgens ook algemene regels die zijn aangenomen door het bestuur van de waterschappen. Dus eerst materieel kijken, vervolgens formeel of omgekeerd. Eerst formeel kijken wie heeft het aangenomen en volgens, hopelijk volgens de juiste procedure, en vervolgens kijken of het ook materieel kan gelden als een algemene regel. Maar dan is de vraag die jullie sowieso al zichzelf hebben gesteld, ja, maar is dan elke wet in formele zin ook een wet in materiële zin? Dat is een van de belangrijke vragen. En weet ook dat de tussentoets, dat zijn open vragen, dat is een keer een casus, een keer een stelling en dergelijke. Maar de eindtoets zijn multiple choice vragen. En zo'n dingetjes lenen zich wel heel leuk tot multiple choice natuurlijk. Dus stay with me. Is een wet in formele zin altijd een wet in materiële zin? Ja, nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. En is een wet in materiële zin dan altijd een wet in formele zin? Nee, dat hoeft ook niet. Want je moet kijken naar de criteria, zowel materieel als formeel. En soms voldoet de regel aan beide, maar soms enkel aan formele kenmerken van de wet in formele zin of de materiële kenmerken van een wet in materiële zin.
En hoe zit het dan met die algemene maatregelen van bestuur? Wel, ik ga het even proberen schematiseren. Je hebt de wetten in materiële zin, de algemeen verbindende voorschriften. Algemeen, abstract, externe werking en gebaseerd op de grondwet of een wet in formele zin. En als iets voldoet aan die vier kenmerken, dan spreek je van een algemeen bindende regel. Van een wet in materiële zin, van een algemeen verbindend voorschrift. Zover ben je. En dan is de vraag, ja, is dit ook een wet in formele zin? Wel, als iets wordt aangenomen door de Staten-Generaal en de regering gezamenlijk, dan spreek je of is er sprake van een wet in formele zin. En heel veel wetten in formele zin zijn ook wetten in materiële zin. Bijna alle wetten in formele zin zijn wetten in materiële zin ook. Want die algemene regels die willen net vaak een algemene gelding hebben in de maatschappij op personen in vergelijkbare gevallen en op van herhaalde toepassing zijnde op vergelijkbare situaties en omstandigheden. En dus heel vaak is een wet in formele zin ook een wet in materiële zin. Hetzelfde met gemeentelijke en provinciale verordeningen. En voor het algemene plaatselijke verordening van Utrecht of van Amsterdam, daar staan altijd wetten, daar staan altijd regels in die een materieel algemeen bindende regel inhouden. Vervolgens heb je koninklijke besluiten, die zijn aangenomen door de koning. Heb je algemene maatregelen van bestuur. Die algemene maatregelen van bestuur zijn ook bijna altijd wetten in de materiële zin van het woord, maar er zijn wel heel veel koninklijke besluiten die geen wetten in de materiële zin zijn. Bijvoorbeeld koninklijke besluiten, algemene maatregelen van bestuur, die iemand benoemen of ontslaan. Dat heeft betrekking op één concrete persoon. Er zijn heel veel ambtenaren die bijvoorbeeld worden benoemd of ontslagen. Ja, dat zijn heel veel koninklijke besluiten die koninklijke besluiten zijn, aangenomen volgens de voorgeschreven procedure, maar die geen wet in de materiële zin, die niet voldoen aan de vier kenmerken, in dit geval bijvoorbeeld aan het criterium algemeen. Omdat het vaak van toepassing is op één concrete persoon. Een paar voorbeeldjes. Dit is een wet in de formele zin. De zorgverzekeringswet, wet in de formele zin, aangenomen door regering en Staten-Generaal tezamen, volgens de procedure in artikel 82 tot 88 van de grondwet. En daar staan allerlei algemeen bindende regels in. Maar dit, rechts, is een wet in de formele zin, maar is geen wet in de materiële zin. Dat is een rijkswet die toestemming verleent aan hoogheid prins Willem-Alexander om een huwelijk aan te gaan met Maxima. Een huwelijkstoestemmingswet die wordt aangenomen door de formele wetgever, dus een wet in de formele zin, maar heeft betrekking op één concrete persoon. In dit geval, toentertijd, prins Willem-Alexander. Zoveel wetten zijn er niet, voor alle duidelijkheid, maar er zijn dus wetten in de formele zin die geen wet in de materiële zin zijn. Omdat ze in dit geval betrekking hebben op één persoon. Niet op meerdere personen. Deze wet verleent geen toestemming aan alle prinsen in de 21ste eeuw om met alle toekomstige prinsessen die ze willen te trouwen, of omgekeerd aan deze prinses om met alle toekomstige prinsen te huwen. Dat is niet het geval. Want dat zou dan wel een wet in de vorm... Maar dit is op één concrete persoon van toepassing. Een vraag. Een ministeriële regeling is bijna altijd ook een wet in de materiële zin. Ja. Ja. Links zie je een algemene plaatselijke verordening, in dit geval de APV van Utrecht. Heel duidelijk een gemeentelijke verordening die tevens verschillende algemeen bindende regels bevat. Dus hier moet je mee leren spelen. En het belangrijkste voor dit vak, ook fundamentele onderscheid, is een wet in de formele zin is vaak een wet in de materiële zin. Er zijn uitzonderingen. En een wet in materiële zin is soms een wet in de formele zin, maar is soms ook een algemene maatregel van bestuur, of een gemeentelijke verordening, of een provinciale verordening. Dus is elke wet in de formele zin een wet in de materiële zin? Nee, heel vaak wel. Is elke wet in de materiële zin ook een wet in de formele zin? Nee. Want alleen als die wordt aangenomen door de Staten-Generaal en de regering. Maar je hebt ook de provinciale verordeningen, de gemeentelijke verordeningen, de algemene maatregelen van bestuur, de koninklijke besluiten. En dus veel meer wetten in materiële zin dan er zijn in formele zin. Een vraag, luid en duidelijk?
Ja, wel, de grondwet in Nederland schrijft voor dat sommige wetten moeten worden aangenomen in verenigde vergadering. En die dan ook gelden voor het volledige Rijk en dan Rijkswet worden genoemd. En bijvoorbeeld een huwelijkstoestemmingswet moet worden aangenomen in verenigde vergadering. Dus in dit geval de Eerste en de Tweede Kamer gezamenlijk. Goed opgemerkt. Het wetgevingsproces, ik heb er al heel vaak naar gerefereerd en ga vooral zelf even grasduinen in de grondwet en lees heel goed het handboek erop na, wat dat wetgevingsproces juist inhoudt. Want ik kan het hier enkel op hoofdlijnen schetsen. Maar dus, hoe komt een wet in formele zin tot stand? Wel, met het indienen van een wetsvoorstel. Er moet eerst een voorstel zijn. Een wet ontstaat niet plotseling als een deus ex machina uit het niets. Nee, iemand komt met een voorstel, met een idee. En het is, daar kan je niet omheen, een gezamenlijk besluit van regering en Staten-Generaal. Maar wie heeft nu het recht om wetsvoorstellen in te dienen? Wel, dan moet je gaan kijken in de procedure. En artikel 82 van de grondwet zegt dat zowel de regering een voorstel kan indienen, maar ook leden van de Tweede Kamer. En als een voorstel wordt gelanceerd, wordt ingediend door een Kamerlid, dan spreken we van een initiatiefvoorstel. Bijvoorbeeld al een paar keer een initiatiefvoorstelling tot indiening of tot aanname of invoering van een bindend correctief referendum door het Kamerlid Van Raak bijvoorbeeld. Een paar keer ingediend en tot nu toe nooit succesvol aangenomen door de formele wetgever. Maar in de praktijk blijkt dat heel veel van de wetsvoorstellen vooral van de regering komen en niet van individuele Kamerleden. En dat valt onder meer te verklaren omdat de regering, de ministers, een veel grotere ambtelijke ondersteuning hebben om die wetsvoorstellen vorm te geven, om ook een goede memorie van toelichting te laten voorbereiden binnen het ministerie. Dus initiatief ofwel van Kamerleden ofwel van de regering, maar in de praktijk ligt het zwaartepunt bij de regering. Waar je dus ook iets van kan vinden binnen het systeem van checks en bellen. Want zowel de Kamerleden, de Tweede Kamerleden die rechtstreeks verkozen zijn, en niet de leden van de regering. Desondanks is het merendeel van de wetten in formele zin die tot stand gekomen zijn, tot stand gekomen op voorstel van de regering. In de realiteit, wet in formele zin, dus als het initiatief, als het voorstel komt van de regering, en dan spreken we over een regeringsvoorstel. En ik laat een paar van die kleine, toch in de ambtelijke praktijk heel belangrijke tussenstappen weg. Maar concreet komt het er vooral op neer dat er eerst een voorbereiding plaatsvindt binnen het ministerie. Voor het binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties, waar ze nog niet zo lang geleden een wetsvoorstel, een concept wetsvoorstel hebben voorbereid, ter versterking van de waarborgfunctie van de AWB, de Algemene Wet Bestuursrecht, waar jullie later op teruggaan. Dus dat wordt voorbereid in het ministerie. En dan houden ze bijvoorbeeld gesprekken, ook met experts. Ik mocht ook een keer aansluiten bij een van die gesprekken. Want ze zeiden, we hebben nu een mooi concept wetsvoorstel, maar moeten we ook nog iets met digitalisering doen? Ik zeg, oh ja, misschien wel, want we digitaliseren toch volop. Kijk, dat vindt plaats binnen die organisatie, binnen het ministerie. Kunnen ook adviezen worden gevraagd en dergelijke. Kunnen ook via het voorleggen van zo'n concept wetsvoorstel in een internetconsultatie, waarbij dan iedereen iets kan zeggen over dat concept wetsvoorstel of in tweede orde over een wetsvoorstel. En kan je heel veel signalen ontvangen uit de maatschappij om het wetsvoorstel hopelijk dan daarna te verbeteren. En wordt er ook een begin gemaakt met een memorie van toelichting. Waarom hebben we deze wet nodig? En is deze wet geschikt? Is die noodzakelijk? En dergelijke meer. Dat komt allemaal in die memorie van toelichting. Vervolgens wordt het goedgekeurd in principe op de ministerraad, artikel 82 van de grondwet. Wordt er vervolgens advies ingewonnen, artikel 73 van de grondwet, van de afdeling advisering van de Raad van State. Dus de Raad van State bestaat uit twee afdelingen. De afdeling advisering, die adviseren de formele wetgever en de regering bij het aannemen van algemene regels. En dan heb je ook nog de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. En dat is gewoon een rechter. Dat is een onafhankelijke bestuursrechter.
Twee afdelingen, totaal verschillend doel. Adviseren, in dit geval bestuursrechtspraak aan de andere kant. Maar als we het hebben over rechterlijke controle in het voorlaatste college, komt de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wel sowieso volop aan bod, omdat het de hoogste algemene bestuursrechter is. Een vraag? Nee. Dus de vraag is, is er tussendoor rechterlijke controle? Sommige landen kennen dat, dat er eigenlijk a priori op voorhand een toets van een rechterlijk college wordt gevraagd. Er zijn een paar landen die dat kennen, Nederland kent dat niet. Dus de enige controle die er gebeurt, die geen zelfcontrole is als het ware, gebeurt op advies van de afdeling advisering van de Raad. Dus ze gaan controleren op rechtmatigheid, op uitvoerbaarheid, maar dat is per definitie een adviserende instantie en geen rechterlijke instantie. En wanneer je een rechterlijke instantie bent, moet dat ook omkleed zijn met de nodige waarborgen van onafhankelijkheid, onpartijdigheid. Dus je moet die twee echt wel duidelijk van elkaar onderscheiden. De ministerraad komt dan na het advies van de afdeling advisering met een nader rapport, waarbij ze ingaat op het advies van de afdeling advisering. En vervolgens gaat het in principe dat wetsvoorstel naar de Tweede Kamer, met eerst een behandeling in de Kamercommissie, waarbij dan volop wordt gedebatteerd en bediscussieerd over het wetsvoorstel. En als dat is afgerond en gestemd met de gewone meerderheid, dan komt het naar de plenaire vergadering, de plenaire behandeling in de Tweede Kamer. En weet ook dat Tweede Kamerleden het recht hebben van amendement. En amendement betekent het wijzigen. Het wijzigen van het wetsvoorstel zoals het op dat moment voor ligt. De Tweede Kamer heeft het recht om een amendement aan te nemen, met de gewone meerderheid opnieuw. De Eerste Kamer heeft dat recht niet. Dat is een heel belangrijk onderscheid, ook mooi voor multiple choice. Dus het recht van amendement om in de loop van de behandeling een wijziging te vragen van het wetsvoorstel ligt alleen bij de Tweede Kamer. Waarom? Omdat de grondwet het zegt. Omdat het zo formeel, procedureel is geregeld. Vervolgens, na de goedkeuring, de aanname met een gewone meerderheid in de plenaire behandeling in de Tweede Kamer, gaat het naar de Eerste Kamer. En de Eerste Kamer, dat weten jullie, getrapte verkiezing, is meer een, in het Frans mooi, de chambre de réflexion, de reflectiekamer, waarin in principe geen fulltime politici zitten, maar ook experten uit het bedrijfsleven, hoogleraren en dergelijke, die een functie hebben binnen het wetgevend proces om als het ware een beetje los van de politieke waan van de dag nog eens een dubbele tweede check uit te voeren op het door de Tweede Kamer aanvaarde wetsvoorstel. En het enige wat de Eerste Kamer kan, is het aannemen of het verwerpen van het volledige voorstel. Dus geen recht van amendement. De Eerste Kamer kan niet zeggen, goh ja, we gaan dit wetsvoorstel aannemen als je artikel 2 in deze zin wijzigt. Dat kan de Tweede Kamer doen, dat kan de Eerste Kamer niet doen. Maar dat is soms wel een beetje onhandig, want dan heb je eindelijk dit hele proces doorlopen en dat duurt toch al gauw minimum een jaar als er een gedegen voorbereiding is. Bij een coronaspoedwet kan het dan plots op een klein weekje weliswaar, maar normaal duurt het een volledig jaar. Neemt ook de afdeling advisering zijn tijd. Er is een podcast, mede van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Wettenfabriek, die ik jullie zeker zou kunnen aanraden om een klein beetje een kijkje te nemen hoe wetten tot stand komen, wat de rol is van ministeries, wat de rol is van de afdeling advisering. Podcast de Wettenfabriek. Als je hier meer wil weten over hoe dit exact in de praktijk werkt. Maar wat kan de Eerste Kamer wel doen? En dat staat nergens formeel neergeschreven, maar is wel ook een soort van grondwettelijk gebruik. Een soort van coutume, een soort van grondwettelijk gewoonterecht. Namelijk, de Eerste Kamer kan een novelle indienen. En een novelle, nouveau, nieuw. Een novelle betekent dat de Eerste Kamer aan degene die het wetsvoorstel heeft ingediend, wat dan heel vaak de regering is, vraagt om het wetsvoorstel alsnog aan te passen. Dus ondanks dat er geen recht is van amendement, ontstaat hier toch een klein beetje wat we noemen een verkapt recht van amendement. Geen formeel recht om dat wetsvoorstel aan te passen, maar een verzoek aan degene die het wetsvoorstel heeft ingediend, heel vaak de regering, om alsnog
bijvoorbeeld artikel 2 in deze zin aan te passen, wetende op dat moment dat als de regering dat dan navenant aanpast en opnieuw via de Tweede Kamer naar de Eerste Kamer komt, dat er dan wel normaal een goedkeuring is in de Eerste Kamer. En dit is natuurlijk van belang, dit is nog meer van belang, als je ervan bewust bent dat in een ideaal scenario voor de machtshebbers, als het ware, voor degenen die een meerderheid hebben in de Tweede Kamer en dus de regeringspartijen zijn, als die weten dat de regering een meerderheid heeft in de Tweede Kamer, dat moet, vertrouwensregel, maar als je ook een meerderheid in de Eerste Kamer met dezelfde partij, ja, dan weet je dat jouw wetsvoorstel hop vrij makkelijk erdoor kan komen. Maar als de politieke machtsverhoudingen wijzigen en de regering, de meerderheidspartijen, de fracties binnen de Tweede Kamer hebben geen meerderheid meer in de Eerste Kamer, ja, dan weten ze dat ze het voorgaande proces heel zorgvuldig moeten doorlopen, omdat de Eerste Kamer eigenlijk enkel het botte instrument heeft, de botte hakbijl van aannemen of verwerpen. Of anders het indienen van een novelle, maar de Eerste Kamer is er wel spaarzaam mee. Want als iets een verkapt recht wordt, in een rechtsstaat moet je dat eigenlijk niet al te veel willen of hebben. Anders moet je gewoon een bepaald recht van amendement toekennen, wat tot nader orde niet het geval is. En na de vorige verkiezingen van de Provinciale Staten, en jullie weten, via de Provinciale Staten wordt de Eerste Kamer samengesteld, zijn de machtsverhoudingen enorm veranderd. Herinner jullie het versnipperde politieke landschap met alle fracties in de Tweede en de Eerste Kamer, waarbij je duidelijk zag dat de BBB de grootste fractie is geworden in de Eerste Kamer. En waarbij de huidige, maar in dit geval ontslagnemende demissionaire kabinet Rutte 4 en de meerderheidsfracties, zolang ze hun meerderheid hadden en konden uitoefenen, die hadden na de Provinciale Statenverkiezingen en de samenstelling van de Eerste Kamer plotseling maar ongeveer 25% in de Eerste Kamer. Ja, dat betekent een nieuwe politieke realiteit en wetende dat deze hakbijl van aannemen of verwerpen er in de Eerste Kamer aankomt, betekent dat een andere manier van politiek bedrijven. Want dan ga je eigenlijk, los van de meerderheidspartijen in de Tweede Kamer, eigenlijk ook steun gaan moeten zoeken in de Eerste Kamer, om ook in de Eerste Kamer een meerderheid te krijgen waarbij je dan andere partijen nodig kan hebben. Dit is een andere manier van checks en balances, van interne checks en balances. En soms heb je een meerderheid in de Tweede en de Eerste Kamer als regering. En dan kan dit vrij soepel verlopen als de meerderheidspartijen en de meerderheidsfracties goed met elkaar overleggen. Maar momenteel, sinds de Provinciale Statenverkiezingen, ziet de politieke realiteit er helemaal anders uit. En dat is wel een grote uitdaging met maatschappelijke uitdagingen zoals het stikstofdossier op de tafel van de beleidsmakers. Dus dingen die je leest in de krant, dingen die gebeuren niet zomaar. Er zijn bepaalde krachtenvelden, politieke krachtenvelden, die hun uitwerking krijgen door de grondwet en de regels die daar worden vormgegeven, door de instituties die worden gecreëerd, door hoe verkiezingen tot stand komen. Want stel dat je de Tweede en de Provinciale Statenverkiezingen samen zou laten vallen, dan is de kans groter dat je telkens de meerderheidspartijen hebt met dezelfde meerderheid in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Maar omdat hier die verkiezingen niet samenvallen, en zeker in een heel in een samenleving waar de evoluties heel snel gaan en waar ook een heel grote publieke ontevredenheid ontstaat momenteel over de politiek, dan kunnen die krachtenvelden plots snel veranderen. En dat is een nieuwe realiteit. Dat is wel goed om daar heel bewust van te zijn. Zeker ook als rechtenstudent. Tot slot een bekrachtiging bij koninklijk besluit. Lees door de regering, want de ministers zijn verantwoordelijk. De koning is onschendbaar. En tot slot een bekendmaking na de bekendmaking een inwerkingtreding van die wet. Want wetten moeten ook kenbaar zijn. Iedereen moet daar op de hoogte gesteld van kunnen worden. Een heel vergelijkbaar procedure, maar een andere initiatiefnemer, namelijk een individueel Kamerlid, dan spreken we van een initiatiefvoorstel. Het wordt hier het Kamerlid van Raak, die tot nader order nog niet raak heeft geschoten met het correctief bindend referendum. Oké, maar mogen al die organen die we net hebben besproken, mogen die zomaar regels maken? Nee,
Nee, absoluut niet. Hoe komen ze dan aan hun bevoegdheid om regels te maken? Wel, dan moet je gaan kijken hoe die regelgevende bevoegdheden worden verkregen. En dat is attributie. We hebben nog 8 minuten, hè? Meer dan voldoende tijd, dus nog even, dit is het voorlaatste. Wanneer een regelgevende bevoegdheid, die ontstaat niet zomaar, hè? Die moet worden gecreëerd. Dus het creëren, het tot stand brengen en het toekennen, het toebedelen van een nieuwe regelgevende bevoegdheid. Hè, regelgevende bevoegdheid, dus om een wet in de materiële zin of een algemeen verbindend voorschrift tot stand te brengen, dat noemen we het attributie. Hè, dus attributie is het ontstaan en het toekennen van een regelgevende bevoegdheid. En wie doet dat? De grondwetgever. Hè? Eindelijk, het is niet zo moeilijk. De grondwetgever is de enige die regelgevende bevoegdheden kan attribueren. Hè? Dus die een nieuwe regelgevende bevoegdheid kan laten ontstaan en toekennen aan een bepaalde instantie. En dat is limitatief. Hè? Dat is enkel dit kadertje. Namelijk, de regering en de Staten-Generaal gezamenlijk, die mogen wetten in de formele zin maken, als enige. Vervolgens, de regering mag, opnieuw als enige, algemene maatregelen van bestuur aannemen. Artikel 89, lid 1 van de grondwet. De provinciale staten mogen als enige provinciale verordeningen aannemen. De gemeenteraad, artikel 127 van de grondwet, mogen als enige gemeentelijke verordeningen maken. De algemene besturen van de waterschappen mogen waterschapsverordeningen aannemen. En, een beetje complex voor deze inleidende cursus, maar om wel volledig te zijn bij een limitatieve opsomming, de besturen van openbare lichamen voor beroep en bedrijf en andere openbare lichamen, de orde van advocaten bijvoorbeeld, mogen ook verordeningen, algemene regels maken. Dus dit zijn de enige organen die algemene regels mogen maken. Dat is limitatief en dus je vindt de grondslag altijd in de grond. Dat is simpel, maar dat moet je wel heel goed proberen memoriseren en toepassen in de praktijk. Oké, dat is goed. Ja, of niet goed? Ja. Een ministeriële regeling is in principe, vindt altijd zijn grondslag in een andere algemene maatregel van bestuur, waarbij een minister de individuele bevoegdheid krijgt om een ministeriële regeling aan te nemen. Dus die bevoegdheid is gebaseerd op een algemene maatregel van bestuur. Want, en daar komen we tot slot aan, je hebt niet alleen het ontstaan van een bevoegdheid en het toebedelen, maar je kan die bevoegdheid ook overdragen. En dat is waar we, dat is het antwoord op jouw vraag. Maar goed, goed dat je zo bij de les bent. Oké, want dit is eigenlijk de vraag die jij stelt, maar op een andere manier. Oké, als dan een orgaan een regelgevende bevoegdheid heeft, mag het die dan doorgeven aan een ander orgaan? Bijvoorbeeld aan een minister. Mag de regering een regelgevende bevoegdheid doorgeven aan een minister en enkel de minister het laten regelen op basis van een ministeriële regeling? Wel, het antwoord is opnieuw te vinden in de grondwet. Voilà. Namelijk, je moet kijken naar de terminologie die de grondwet gebruikt. En als de grondwet zegt dat iets bij wet plaatsvindt, dan wordt er een wetgevende bevoegdheid geattribueerd, ontstaan en toegekend, maar je mag die niet delegeren. Je mag die niet overdragen aan iemand anders. Hetzelfde wanneer de staat behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Er ontstaat een regelgevende bevoegdheid, maar je mag ze niet delegeren. Als er echter staat bij of krachtens de wet, dan ontstaat er een regelgevende bevoegdheid, maar je mag ze ook overdragen, je mag ze ook delegeren, bijvoorbeeld aan een minister, op basis van dan een ministeriële regeling. En hetzelfde als er iets staat in de zin van de wet regelt, regels, regeling in de grondwet, dan in principe is er ook delegatie mogelijk, bijvoorbeeld aan die minister, om dat te regelen via een ministeriële regeling. Dan hebben we nog subdelegatie, het overdragen van, maar dat is allemaal voor jaar 2. Hè. Dus dit is de basis en jullie kunnen even voor nu zich eigenlijk beperken tot de grondwet en de grondwettelijke terminologie om te kijken of een regelgevende bevoegdheid is ontstaan en toegekend, attributie,
en vervolgens op basis van deze terminologie, of die kan overgedragen, gedelegeerd kan worden aan een ander orgaan. Vind je dat lastig? Dat moet je gewoon memoriseren. Hè. Dit moet je gewoon memoriseren en daarna toekennen in de praktijk, toepassen in de praktijk. Gewoon de grondwet gaan lezen en vervolgens zegt het schema het antwoord op jouw vraag of er al dan niet delegatie mogelijk is. We zijn helemaal aan het eind gekomen en ik heb het eigenlijk al meegedeeld, dus het is een herhaling, maar wel van belang. We spreken de laatste tijd van een terugtred van de wetgever. De maatschappij is heel complex. Er zijn heel veel algemene regels. Ik zou bijna zeggen elke dag duizenden. Die algemene regels komen niet alleen meer van de formele wetgever. Maar heel veel bevoegdheden om algemene regels te maken worden ook gedelegeerd. En die regelgeving voegt het aan andere actoren. Aan organen van het openbaar bestuur. En dat noemen we ook wel de terugtred van de wetgever of het ontstaan van de administrative state. De administrative state, waar eigenlijk de staat en de regels vooral door de administraties, door het bestuur, worden vormgegeven en gecreëerd. En dat is problematisch potentieel, want wat mij betreft begint en eindigt alles met de burger. Dit is een cirkel, voor alle duidelijkheid. De constitutionele levenscirkel, zoals Ernstius Ballin hem ook noemt, maar ik heb hem een beetje aangepast. Dus omdat de rechtspositie van de burger heel belangrijk is, gaat de burger op basis van verkiezingen vertegenwoordigers kiezen. De Staten-Generaal vertegenwoordigt de burgers. Artikel 50 van de grondwet. Dus de Staten-Generaal, samen met de regering, artikel 81, gaat aan inhoudelijke normstelling doen via formele wetten. En de uitvoerende macht gaat die regelgevende bevoegdheden toepassen en uitvoeren. En mag regelgevende bevoegdheden uitvoeren als die zijn geattribueerd of gedelegeerd. En de rechter gaat controleren of in de toepassing en de uitvoering van die algemene regels er wel rechtmatig is opgetreden. Dat is de constitutionele levenscirkel. En als jij zegt, hey, deze algemene regel is niet goed toegepast, dan kan je naar de rechter gaan. Maar als er een terugtred van de wetgever plaatsvindt, dan gaan eigenlijk die regelgevende bevoegdheden meer en meer door het bestuur worden toegepast. Op basis van het overdragen van die bevoegdheid, op basis van delegatie. En krijg je heel veel ondoorzichtigheid. Hè? Want dan gaat de Belastingdienst algemene regels maken of DUO. En als het enkel wetten in formele zin zijn, dan is het vrij duidelijk. Die kan je er ook gewoon in een wettenbundel opnemen, als het ware. Maar nu zijn er zoveel algemene regels die in toenemende mate allemaal door de uitvoerende macht, het bestuur, mogen worden vormgegeven, dat de wetgever, de Staten-Generaal, onvoldoende grip en controle heeft op overheidsoptreden. Dat heeft de Tweede Kamer zelf gezegd, voor alle duidelijkheid. Wij hebben twee taken als formele wetgever, als parlement. Het parlement moet wetten maken, maar er is een terugtred, en moet controleren. Maar doordat heel veel regelgevende bevoegdheden worden overgedragen, gedelegeerd aan het bestuur, ja, dan moet je vooral heel goed beginnen controleren. Maar als je onvoldoende grip en controle hebt op alles wat er gebeurt binnen het bestuur, dan ontstaat er een probleem. Dan ontstaat er mogelijk een kinderopvangtoeslagenaffaire. En wie moet dan het gat vullen? Wie moet de leemte vullen? Omdat het parlement, de wetgever, de regels laat maken in toenemende mate door het bestuur en onvoldoende kan controleren. Dan moet de rechterlijke controle de laatste reddingsboei zijn. Dat betekent dat een effectieve, onafhankelijke rechtercontrole cruciaal wordt in hoe het parlementair stelsel in Nederland is geëvolueerd en aan het evolueren is richting een administrative state. En dat is een belangrijke taak voor de rechter, maar dat is ook heel veel gewicht op diens schouders. Want als de rechter een bepaalde beslissing neemt in een heel grote klimaatzaak, dan gaat het daar voor een deel ook over beleid. En dan kan de rechter ook de kritiek krijgen van die kastocratie, een heerschappij van rechters die niet verkozen zijn. Dus in de rechtsstaat moet er altijd een hele goede balans zijn tussen de verschillende actoren. Het parlement moet haar wetgevende en controlerende taak voldoende blijven uitoefenen, zodat die rechter ook niet onder al te veel druk staat om de leegte die er ontstaat door het parlement te kunnen vullen. De laatste slide, die heb ik al meegedeeld, dat is de hiërarchie. En wat je daar vooral moet van onthouden is dat dit een ononderbroken keten is van attributie en delegatie. Dus er moet altijd voor elk overheidsoptreden een grondslag te vinden zijn in de grondwet of de wet in de formele zin. En
Elke lagere norm moet in overeenstemming zijn met een hogere norm. Anders is de lagere norm niet rechtsgeldig. Veel succes in jullie werkgroep. Dit was mijn laatste hoorcollege.